In het ontmoetingscentrum Beekendonk vond zaterdagmiddag de dag van de mantelzorg plaats. Voor deze middag waren ongeveer 500 mantelzorgers uitgenodigd. De gasten werden ontvangen met een Labeekse high tea. De officiële opening werd gedaan door wethouder Slaats en Peter Kuijs. Er waren diverse activiteiten zoals muzikale bingo en hoger en lager.